een ontmoetingsplek opgericht voor mensen om ook met elkaar te verbinden. Mensen hebben zo behoefte aan lotgenotencontact. En in je normale omgeving, zeg maar, moet het wel een keer klaar zijn. En hier mag je ook, al is het na 2, 3, 4, misschien wel 10 jaar, nog steeds over je geliefde praten. Nou, we hebben vandaag in aanloop naar de Week tegen de Eenzaamheid, hebben we hier als het ware de officiële opening van een prieeltje op de begraafplaats. En dat prieeltje is ervoor bedoeld om met een aantal vrijwilligers gewoon heel laagdrempelig onze inwoners aan te spreken. Omdat mensen behoefte hebben aan gewoon een praatje. We hebben net 2 weken proef gedraaid als het ware. Dus dit is in aanloop naar de Week tegen de Eenzaamheid die gaat starten. Is dit natuurlijk een heel mooi moment. De afgelopen 2 weken, ik heb best wel aardig wat voelsprieten in de stad, zeg maar. En ik hoor zo ontzettend veel positieve reacties over de 2 vrijwilligers hier achter ons, Cam en Mini, die weten als geen ander hoe het is, zeg maar. En vooral ook hoe je op een heel laagdrempelige manier met mensen in contact kunt komen. Nou, op een begraafplaats komen natuurlijk mensen in verdriet. Maar ook heel veel mensen hebben wij gemerkt die eigenlijk met hun verdriet niet weg kunnen. Mensen hebben zo behoefte aan lotgenotencontact. En in je normale omgeving, zeg maar, moet het wel een keer klaar zijn. En hier mag je ook, al is het na 2, 3, 4, misschien wel 10 jaar, nog steeds over je geliefde praten. Er is absoluut geen afspraak nodig. U hoeft ook niet per se de begraafplaats te bezoeken. Want het kan natuurlijk ook zijn dat uw geliefde niet hier op de begraafplaats ligt. Maar kom gewoon. Hebt u behoefte aan contact, in welke vorm dan ook, kom hier naartoe en wij hopen dat wij er voor u kunnen zijn.